Dit is Team In. Eens kijken. Waar zit je? Oké, het zijn jullie wel. Ik dacht even dat de iron niet zou worden. Oké, in het geval dat ik doodga, hopelijk niet. Je krijgt de iron. Het is heel pessimistisch, maar moet kunnen, want mijn honger begint al een beetje te komen. Nu, wat ik wel kan doen, denk ik, is die paddenstoelen slopen. Om de paddenstoelen uit te halen. Ja, maar dan moet je nog andere kleur paddenstoelen ook vinden als je voedsel. Ah, wel ja, ja, wel ja, maar dat is zo'n biome dat zo vol zit met die dingen. Ja. En dan moet ik ook nog wat wood hebben, maar ik ben zo slim geweest om een pickaxe mee te pakken. Wat zijn we van pad met het iron te doen? Ja, gewoon iron armor maken. Oké, ik ben hier even door de explorer aan het uithangen en er zijn hier echt nergens andere caves in de buurt. Ah, dat is wel minder, dan kunnen we gewoon strip mine even gaan. Ook geen enemies, dat is wel positief. Oké, welke armor piece zou ik als eerste maken? Pff, maakt niet uit wat mooi uitkomt. Hey, wel is je ranger? Hey. Oké, heb jij toevallig een pickaxe? Ding dat wel, hè? Ik heb een wooden pickaxe. Ah ja, dat is goed. Nee, een axe. Ah, een axe heb ik niet. Ah, dat is zeer. Right. Ik kan er snel zelf in maken, denk ik. Ik heb wel steen en wat hout. Wel ja. Ja, maar ik heb dat ook al dus. Oké. Okay. Bedankt voor het aanbod, man. Boven de grond. We komen zo terug hoor. We laten je niet alleen. Oké. Okay. Ik kan ook trouwens even die oakwoodbomen slopen. Zodat er misschien hopelijk appels uitvallen. Ja, dat is wel nog handig. Ik ga dat ook eens doen. Dat is heel handig. Oké, okay, nog gewoon de sapling is eruit gevallen hier. Het probleem is met die oakwood bomen hier in het wild. Oh shit, ik heb. Oh. BFV enabled in 2 minuten. Ik stel voor dat we bij 1 minuut naar Jaren lopen. Ja, oké. Okay. Oh jongens, zeg, gaat er nog een stoem en appel uitvallen? Ja, ik heb ook echt alleen maar saplings. We kunnen die saplings wel gebruiken voor het burnen, in het geval we geen kool meer daar hebben. Kan je dat ook gebruiken om te burnen? Ja. Dat wist ik niet. Alles wat van hout is. Buiten planks niet, denk ik. Planks wel. Ah, oh, ik heb een appel. Ja, ja, ik heb ook een appel. Ik denk dat we wel een voorsprong hebben tegenover. Is dat een enemy of is dat Jaren? Ik denk dat Jaren is. Okay. Ja, dat is echt zo'n één dikke schrik, man. Volgens mij krijg je uit die dikke bomen ook dingen. Maar ik haal terug naar Jaren als het niet erg is. Oh, ja, nee, en dan zie je dat toch juist wel een appel uit die boom vallen, zeker? Oké, okay. Oh, what the fuck, ik heb ineens 3 appels. Fair enough, fair enough. Oh, daar ligt nog een appel. Komen uit niks, al die appels. Wat voor doen we? Lag ze dus, niet meer. Ah, het probleem is, ik weet wel niet meer waar onze cave is. Ik heb voor jullie allebei een chestplate. Ah, oh, dat vind ik wel lief eigenlijk. Ah, hier. Bedankt, Jorin. Oh, waar moet je? Oh, waar is de knop aan? Ik was de knop om te droppen kwijt. Oké, okay, even terug naar binnen en dan ga jij zo zien in de chat. Maar hier gaat de eerste episode wel eindigen. Want het zijn 10 minuten episodes. Maar zouden we dat niet met de eerste aflevering anders doen? Want ik bedoel, nu hebben we eigenlijk echt nog geen fluit gedaan. Hè? Ja, we kunnen altijd zien, dat is waar. Maar het is, we zien achteraf wel. Ja, inderdaad. We gaan gewoon leuk spelen. Ja, man. Misschien moet ik inderdaad wel eens eten gaan maken. Oké, onze enemies zijn nog niet gekilled, dus dat bedoel ik. Oh, ik ga echt blij zijn als ik ineens die message in de chat zou zien. Wat? Nu liever nog niet. Nu liever nog niet. Inderdaad, liever later in de game. Mm-hmm, ja. Dus ik heb hier soep gemaakt voor iedereen. Thanks. Ik heb hier nog een mushroom, als iemand die wil. 400 subs, mate. 140, mate. Eigenlijk 399, maakt niet uit. Het is idee wat telt. Ik stel voor dat we gaan beginnen stripminen. Oké. Ja. Dus we gaan wel in de juiste richting stripminen. En laten we allemaal in 3 rijen met 2 blokken ertussen doen. Tactics. Ah, oké. Okay. Maar kunnen we niet beter meer verspreiden? Dan hebben we misschien meer kans om op een cave te stoten. Ja, maar het is gewoon maar beter dat je naar E11. 9 van 10, als je gewoon aan E11 mint, dan kom je echt wel een cave tegen. Ja, oké, okay, is goed. Ik hoor wel water. Maar dat kan wel dat meer zijn.
Goeie opmerking, Wouter. Kijk naar iedereen nog leeft ondertussen. Lina. Ik had dacht even dat mijn opname niet aan stond, dan ik echt officieel zelf word gepleegd. What the fuck, jongen. Maar ik heb dat eens gehad. Ik heb zo echt een uur special opgenomen en je hoorde de vriend waarmee dat ik opnam niet. Ik heb het nooit erger meegemaakt. Ik had een hele game, een hele korte game, maar toch, dat was zo anderhalf uur. Hele let's play op één dag opgenomen. Ah ja. Mijn mic was niet opgenomen. Ah, nu zit ik serieus wel op gravel. Ik heb dat met Back to the Future, de game. Ah, daarmee heb je niet meer het geüpload. Ja. En omdat mijn PC gereset is, was heel mijn save game kwijt. Ik heb vorig weekend heel alles wat ik al gedaan heb opnieuw gespeeld. Ah, ik ken dat. Ik had dat ook moeten doen voor Outlast 2. Toen ik mijn RAM-geheugen had vervangen, komt Outlast 2 af. Ja, we hebben nu game file niet meer. Ja, man, zeg. Ik heb geen idee hoe dat kan, man. Ik had het al sinds helemaal opnieuw mogen spelen. Leeft iedereen van het andere team nog? Ga je zien. Yoda is al wel wat held kwijt. Bedankt. Atlantia ook. Nou, vieze gaming teenagers ook. Die vieze gaming teenagers. Die vieze MV plus. Vroeger, ik had echt, toen ik vroeger speelde, ik wel ook wel redelijk veel op Hypixel. En toen was dat level system er nog niet. En ik had zo'n verschrikkelijk dikke haat voor Mega VIP plus. In Blitz Survival Games, ik zat gewoon voor die VIP's te zoeken. Dat is echt ongelooflijk. Dat was niet meer serieus op een gegeven moment. Oh nice, ik heb iron. We gaan op I-11, van boven 11 kies je zelf. Oké. Okay. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar ik vond het wel een leuke coach. Oh ja, zo benoemde ik niet, maar...